Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en of luisteraars thuis of elders via de livestream. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee De Graaf uit Nunspeet en de schriftlezing is Ezechiël 36, vers 16 tot en met 32 en Handelingen 9, vers 31 tot en met 35. Het thema van de prediking is de genezing van Eneas. Voor de slotzang is er een fysieke collecte voor de diaconie. De collecte is ditmaal deels voor de stichting Kerk en Minima Veenendaal, waarvoor vanmorgen voorbeden gedaan is. Deze stichting is een interkerkelijke hulporganisatie opgericht in 1989. En of het nu gaat om stille armoede, acute financiële nood of andere problemen. De vrijwilligers willen graag ondersteunen in het eerste levensonderhoud van mensen die in een dergelijke situatie zitten. Bij acute nood wordt niet gekeken naar afkomst, ouderdom, religie of nationaliteit. En met een team van geïnspireerde vrijwilligers staan zij klaar om samen te bekijken welke hulp zij kunnen bieden. Zij vinden hun inspiratie voor hulpverlening in de Bijbel. En de stichting is volledig afhankelijk van giften. U kunt dus ook een extra gift overmaken op rekening van de diaconie. En de maandelijkse bankcollecte is voor vaste kosten van de kerk. Graag bij voorkeur maandelijks overmaken dus. De rekeningnummers vindt u op de zondagsbrief of op de website van de kerk. We beginnen deze dienst met het zingen van de voorzang, Psalm 150, vers 1. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God, is ook nu onze hulp en onze enige verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn,
en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 138, daarvan de versen 3 en 4. Dan zingen zij in God verblijd, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 3 en 4 van 138.
Na de geloofsbelijdenis willen we instemmen met wat we beleden hebben. Psalm 66, vers 4, loof de Heer der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. Gemeente, als wij ons geloof belijden, dan doen we dat met elkaar. Maar we weten ons ook verbonden met die wereldwijde kerk van Christus. Maar we weten ons ook verbonden met allen die ons zijn voorgegaan. De gelovigen die al zalig zijn, die in dat geloof zijn gestorven. Laten u in ieder van u met mij in zijn of haar hart meezeggen en meebelijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij nu eerst samen de Heere bidden om zijn zegen. Groot en machtige Heere, liefdevolle Vader in de hemel, we komen tot u. En we mogen vanmiddag weer samen zijn, in alle vrijheid. We danken u, Heere, voor de vrijheid die we in dit deel van de wereld nog steeds hebben. Veel christenen in andere landen hebben die vrijheid niet. Niemand legt onze strobreed in de weg om naar de kerk te komen, om het woord te horen, om uw naam te belijden. En we danken u ook, Heere, voor de vrije zondag, die ook nog steeds in ons land een feit is. De eerste christenen, die hadden dat niet. De eerste eeuwen moesten de christenen 's morgens vroeg voor het werk samenkomen op zondag, de dag van de opstanding. En 's avonds
opnieuw samenkomen. Heere, ze hebben dat gedaan. Zouden wij het ook doen als de gewone werkdag was? Maar we danken u dat u ons al zoveel eeuwen een vrije zondag geeft, waarop het merendeel van ons vrij is en hier kan komen. Heere, laat het woord vanmiddag ook in alle vrijheid, maar ook in alle liefde, alle genade naar ons toe komen. En laat het ons uittillen boven de zonde, de ellende, de werkelijkheid en de zorgen. Want Heere, als het leven mooi is, dan gaat het wel. Maar soms kan het leven zoveel pijn doen, dan zitten we er helemaal doorheen. Dan zakken we weg. En dan zien we niets meer als de randen van de put waar we in zitten. Maar dan kan het woord ons weer optillen tot op die hoogte waar we uitzicht mogen hebben op u via het kruis van Golgotha. Heere, laat uw geest vanmiddag werken tot bekering voor het eerst en opnieuw, tot bemoediging en ook laat het zoekers tot vinders maken. We bidden u voor de twijfelaars onder ons. Die willen in de kerk zijn, maar die denken van, zou het allemaal waar zijn? De Thomassen onder ons. Ik moet het eerst zien en dan pas geloven. Het is vaak geen onwil, maar dan worden we gehinderd steeds door een stemmetje. Zou het wel kloppen allemaal? Heere, mogen zij door de overmacht van de geest ook nu kracht ontvangen en er overheen kijken en met Thomas zeggen, mijn Heere en mijn God. Zegen hen die lam geslagen zijn, die misschien in het verleden volgers waren van u, die het verwachten van u. Maar er zijn zulke dingen in het leven gebeurd, zo vreselijk, dat ze nu het gevoel hebben. Hoe kan ik nog geloven? Hoe kan ik nog bidden? Heere, wilt u ook die lamgeslagen broeders of zusters, die lamgeslagen jongens of meisjes, wilt u ze vanmiddag niet voorbij gaan? Maar laat het voor hen in het bijzonder ook een woord mogen zijn. Laat de prediking een schijnwerper mogen zijn van een zoekende God voor een mens in de duisternis, waardoor ze ook weten, ik word gezocht. En wat is het dan mooi, Heere, als ze ook mogen zeggen, ik ben gevonden. Geef ons uw Heilige Geest hier en overal waar meegekeken wordt. We denken aan de ouderen. We bidden u voor de zieken in de gemeente of u ook hen wilt gedenken. In bijzonder ook de langdurig zieken en de ernstig zieken. Heren, er zijn er vaak zoveel die een lange periode van kuren moeten ondergaan. En dat valt niet mee, voor hen niet en voor de familie niet. We bidden u voor de psychisch zieken, die zo vaak therapieën moeten volgen. En dan helaas opnieuw zich zwak voelen. O God, het komt allemaal voor, helaas, in deze geschonden wereld. Maar mogen zij beseffen dat er een God is die naar hen omziet en die voor hen wil zorgen. Heren, wij bidden u voor alle die vanmiddag meewerken aan deze dienst. Geef hen genade, inspiratie om het zo te doen dat het is tot eer van uw naam. En we belijden u onze zonden, Heren. Want we zijn als verbondsgemeente hier weer bijeen. En we krijgen zomaar de vredesboodschap in handen, alsof het gewoon is. We danken u, Heere, dat u het toch geeft. Doe ons niet naar onze zonden, maar hoor ons in de naam van de Heere Jezus.
uit genade. Amen. Vanmiddag hebben we twee lezingen uit het Oude Testament, Ezechiël 36, vers 16 tot 32, en dan Handelingen 9, vers 31 tot en met 35. Eerst Ezechiël 36. Het woord van de Heere kwam tot mij, mensenkind, toen het huis van Israël in hun land woonde, toen verontreinigde zij dat met hun weg en met hun daden. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid van een afgezonderde vrouw. Toen stortte ik mijn grimmigheid over hen uit omwille van het bloed dat ze in het land vergoten hadden en vanwege hun stinkgoden waarmee zij het verontreinigd hadden. Ik verstrooide hen onder de heidevolken en ze werden verspreid over de landen. Ik heb hen geoordeeld overeenkomstig hun weg en overeenkomstig hun daden. Toen ze aankwamen bij de heidevolken waarheen ze gegaan waren, ontheiligde zij mijn heilige naam, omdat men van hen zei, deze mensen zijn het volk van de Heere en toch zijn ze uit zijn land vertrokken. Maar ik spaarde hen vanwege mijn heilige naam. Het huis van Israël had die ontheiligd onder de heidevolken waarheen zij gegaan waren. Zeg daarom tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uw huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heidevolken waarin u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidevolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidevolken weten dat ik de Heere ben. Spreekt de Heere, Heere, als ik in u voor hun ogen geheiligd ben. Ik zal u uit de heidevolken halen en u uit alle landen bijeen vergaderen. Dat zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb, en u zult een volk voor mij zijn, en ik zal een God voor u zijn. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren, en ik zal het veel doen worden. Ik zal u geen hongersnood opleggen. Ik zal de vrucht van de bomen en de opbrengst van het veld vermeerderen, zodat u onder de heidevolken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt. U zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren, herinneren. U zult walgen van uzelf om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden. Ik doe het niet omwille van u, spreekt de Heere, Heere, laat dat u bekend zijn. Schaam u en word de schande vanwege uw wegen, huis van Israël. En dan gaan we nu naar Handelingen 9, de versen 31 tot en met 35. De gemeente dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede. En werden opgebouwd en ze wandelden in de vreze des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. En het gebeurde dat Petrus, toen hij overal rondreisde, ook bij de heiligen kwam die in Lida woonden. En daar vond hij een man van wie de naam Eneas was, die al 8 jaar op bed lag en verlamd was. En Petrus zei tegen hem, Eneas,
Jezus Christus maakt u gezond. Sta op en maak voor uzelf uw bed op. En hij stond meteen op. En alle die in Lida en Sarona woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heere. Tot zover. We gaan zingen als inleiding op de prediking Psalm 103, de versen 1, 2 en 3. Dus 103, 1, 2 en 3.
Wij zingen in antwoord op de prediking uit Psalm 9, de versen 10 en 11. Psalm 9, de versen 10 en 11. Het woord van de Heere dat komt tot ons uit Handelingen 9, de versen 32 tot 35, wat we zojuist hebben gelezen, de genezing van Eneas. Gemeente, vanmiddag dus een preek over een genezingswonder. Weet u dat ik het altijd wat moeilijk vind om over een genezingswonder te preken? Niet omdat ik niet zou geloven dat de Heere wonderen doet, maar omdat we altijd zoveel zieken in ons midden hebben die niet genezen worden. We voelen dan vaak zo'n kloof tussen wat we in de Bijbel lezen en degene die thuis op het ziekbed ligt. Waarom wordt mijn man, mijn vrouw, mijn kind niet genezen? Begrijpelijke vragen als er weer een genezingswonder behandeld wordt. We kunnen ons zelfs gepasseerd voelen, afgewezen voelen, als bij ons niets verandert. Dat het wel lijkt of de Heere naar anderen wel omziet, maar naar mij niet. We denken dat de boodschap vooral is, de Heere wil mensen genezen. Want hebt u zich wel eens afgevraagd wat nou het doel is van die genezingswonderen in de Bijbel? We maken onszelf vaak het doel daarvan. God maakt duidelijk, ik heb macht over de ziekte en ik kan wie ziek is genezen. Nu wil ik niet zeggen dat dat er ook niet bij komt. Veel zieken hebben hieruit moed geput. Het zij dat ze genezen werden, het zij dat de Heer op een andere manier zijn weg met hen ging. Maar het doel is eigenlijk niet ons, maar Gods heilige naam. In Ezechiël 36 hebben we tot enkele malen toe gelezen, ik doe het niet om u, maar ik doe het om mijn heilige naam. Als God wonderen doet, dan gaat het in de eerste plaats op dat zijn naam schittert als sterren aan de hemel. Dat mensen hem zullen erkennen. Dat is het kader van ieder wonder, ook van een genezingswonder. En daarom wordt niet iedere zieke op het eerste gebed weer beter. En daarom gaat de Heere met sommige zieken een heel andere weg, terwijl hij toch hun gebed verhoort. Dat zien we ook in het genezingswonder dat vanmiddag voor ons ligt. De genezing van Eneas. We zien dan eerst een zieke christen. Moet u goed lezen, een zieke christen. Ten tweede een onverwachte genezing. Ten derde een massale bekering. Dus de genezing van Eneas, een zieke christen, een onverwachte genezing en een massale bekering. Gemeente in vers 31 is de gemeente getekend na de vervolging. Er kwam een periode van vrede na die eerste bittere tijd. En vervolgens wordt dan beschreven hoe het in die tijd van vrede toegaat. Wat er intussen gebeurt. Het is een tijd van verdieping, van opbouw in het geloof en een tijd zelfs van uitbreiding van de gemeente door de Heilige Geest. De Geest gebruikt daarvoor de krachtige prediking. Het geloof is immers uit het woord. Maar in het vervolg zullen we zien dat hij ook wonderen gebruikt om mensen tot geloof te brengen. In het vervolg zien we een aantal wonderen beschreven. En het eerste is de genezing van Eneas. Petrus maakt een soort kerkvisitatiereis. Hij reisde overal rond, zo staat er. Het was geen missie, het was geen zendingsreis. Hoewel de zending, de verkondiging niet erbuiten stond. Maar die gaat de gestichte gemeente langs. En zo komt hij ook, zo staat er, bij de heiligen in Lida. De heiligen, wonderlijk dat dat zo onbevangen in de Bijbel staat. Let op die bijzondere benaming.
Die gemeente wordt genoemd de heiligen te Lida. Dat wil niet zeggen dat ze zonder zonde zijn. Van hen geldt ook dat ze in Adam gevallen zijn. Maar geheiligd wil hier zeggen door de Here apart gezet in deze wereld. Christenen zijn apart gezet, geroepen om zich te wijden aan God. Als je het begin van de eerste Korinthebrief leest, dan staat er ook de heiligen die in Korinthe zijn. Nou, en als je dan de brief leest wat er allemaal in die gemeente aan de orde was, dan zou je zeggen het is een gemeente van onheiligen. Maar het wil hier zeggen dus dat ze apart zijn gezet door God. En ook in Lida blijkt al een gevestigde gemeente te zijn. En daar vond hij een zeker mens genaamd Eneas. Daar. Daarmee wordt niet bedoeld het dorp Lida, maar de kring van de heiligen. Eneas behoorde tot de christelijke gemeente. Hij is tot geloof gekomen, maar hij is ziek. Al 8 jaar verlamd. En zoals het hier staat, zou je ook kunnen lezen vanaf zijn 8e levensjaar. Dat is opmerkelijk. Een groep christenen in die eerste tijd, en daar is iemand die al 8 jaar verlamd is. Er zal ongetwijfeld gebeden zijn in de kring van de gemeente voor deze verlamde. Vooral toen hij dat geloof kwam. Ook daar kende men immers wat Jacobus later zegt. Is iemand ziek onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalfden met olie in de naam van de Heere, en het gebed des geloofs zal de zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten. Wie zal zeggen hoe vaak er gebeden is voor Eneas, hoe vaak er voorbeden is gedaan, maar hij bleef verlamd. Ook toen werd dus niet iedereen op het gebed genezen. Ook de oudste christengemeente had zieken in haar midden. Mensen die geloofden, die vurig baden om genezing, maar die niet direct beter werden. Laten we daar even bij stilstaan. In die eerste christengemeente waren zieken die niet beter werden. Soms wordt de indruk gewekt, gemeente, dat dit helemaal niet nodig is. Dat als de gemeente op een goed geestelijk niveau is en als er genezingsdiensten worden gehouden, dat de zieken worden genezen. Ja, zelfs ontstaat hier en daar het idee dat wie ziek blijft, niet vurig genoeg bidt of niet gelovig genoeg is. Maar in het visitatierapport van Petrus vinden we deze zieke. En ik denk dat het niet de enige zieke is geweest in Lida. Er zijn heiligen, mensen die door de Heer geroepen zijn, oud of jong, mensen met een verschillende achtergrond die tot geloof zijn gekomen en die worstelen met verlamdheid, met lichamelijke ziekten, met psychische ziekten. De Heer kent hen. De Heer heeft hen met lichaam en ziel gekocht en betaald. En toch is daar die ontluisterende ziekte waar mensen mee moeten worstelen. Ook onder de heiligen, ook in de christelijke gemeente. Het betekent dus niet dat iemand die ziek is, te weinig geloof heeft. Het betekent dus ook niet dat de gemeente waar zieken voorkomen niet goed functioneert en niet van allerlei gaven gebruik maakt. Hier wordt een realiteit getekend. Hij vond daar een mens. In die kring waar het gebed plaatsvond, in die kring waar de kracht van de Heilige Geest werd ervaren, hij vond daar een mens, een verlamde, die al 8 jaar op bed lag. En dat geeft die spanning voor de zieke zelf, voor de familie en voor de gemeente.
Heere, u bent zo machtig. U spreekt en het is er, uw gebied en het staat er. Maar het gebeurt niet. Gemeente, kent u iets van die spanning? Juist ook als je zelf ermee te maken hebt. Of als er in de kring, in de familiekring een zieke is. Kent u die spanning? En brengt het me dichter bij de Heere? Mag er dan ook iets zijn van wat de Heere Jezus zei in de hof van Gethsemane? Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Het valt op dat niet de zieke naar Petrus komt, maar omgekeerd. Niet, er kwam een zieke naar hem toe of er lag een zieke te roepen, maar daar vond hij een zeker mens. De actie gaat dus van Petrus uit. Wellicht heeft de zieke Eneas zich verzoend met de gedachte ziek te moeten blijven. De ouderlingen van de gemeente hebben al zo vaak gebeden. Er is in ieder geval niet de gedachte dat nu Petrus komt, nu gaan we alle zieken voor in de kerk neerleggen en ze worden allemaal beter. Petrus oog valt op Eneas. Hij voelt dat God met Eneas iets groots voor heeft. Dat hij hem genezen wil als een teken van zijn macht voor anderen. En hij gaat naar Eneas toe en dan klinkt het Eneas: Jezus Christus maakt u gezond. Wordt er duidelijk bijgezegd. Niemand moet denken, die Petrus, die kan zieken beter maken. Al de gaven, ook de gaven van de geest, vinden hun fontein in Christus. Jezus Christus maakt u gezond. Ja, en dan staat er, ik zal het er even bij zoeken. Sta op en maak voor uzelf uw bed op. Uw bed opmaken. Nou, die man lag op zijn bed natuurlijk. Dat bed hoefde niet opgemaakt te worden. Moderne vertalingen hebben: maak uw bed in orde. Maar ja, wat moet hij in orde maken? Kijk, als er nou stond: pak je bed op en ga naar huis als een gelukkig man, dan was het logisch. Als je nou eens goed naar die tekst kijkt, dan staat de woorden uw bed schuin gedrukt. Betekent dus dat ze in Grieks niet voorkomen, dat ze ingevuld zijn. Schuin gedrukt. Er staat in de Bijbel een woord dat eigenlijk zegt: spreid u zelf uit. Nou ja, de Statenvertaling heeft gezegd: spreid uw bed uit. Nou, dat is ook vreemd, want je bed kun je niet uitspreiden. Ik las bij een Duitse Bijbelverklaring een hele bijzondere verklaring. Waarschijnlijk wordt met uitbreiden bedoeld de mat die een oosterling uitbreidde om te gaan zitten. Breid uw mat uit. Kom bij ons zitten in de kring van de gemeente. Je hoeft nu niet meer afgezonderd op je bed te liggen. Je hoeft nu niet meer te denken: ik zou zo graag wat voor de Heere doen, maar mijn benen willen niet. Kom nu maar. Kom in onze kring als een gezonde man en spreid je matje maar uit, neem plaats in ons midden. Dus de genezen ziekte wordt uitgenodigd om in de kring zijn plekje in te nemen. Om mee te doen met de gemeente. Gemeente, dat is dus het doel van de genezing. Dat we onze plek weer volledig innemen. Zoals we zouden willen. Want iemand die bijvoorbeeld in een rolstoel zit, zou al zo graag willen lopen om met iedereen mee te doen om de Heere te dienen. Dat is het doel van de genezing. Wij worden genezen om te dienen.
Maar is dat in het leven ook zo? Wat verdrietig dat het zo vaak anders is. Mensen worden na een ziekte genezen. Dat komt ook hier voor. Dat komt overal voor. En natuurlijk, er zijn er die ontzettend dankbaar zijn. Je zou die dankbaarheid willen vasthouden. Maar die wel gezond en wel de Heere proberen te dienen. Helaas zijn er ook die hun kleed niet uitspreiden in de gemeente. Soms na zoveel gebeden van de gemeente laten ze nu ze gezond zijn, hun plaats leeg, genezen, maar niet meer afhankelijk, leven aan de rand van de gemeente. Of ze spreiden een matje uit in de wereld om daar hun gezonde krachten te slijten. Maakt de Heere Jezus daarvoor gezond, gemeente? Om nou te gaan leven, zo ver mogelijk bij de Heere vandaan. En als ik niet van een ziekte genezen ben, en misschien zitten er velen in de kerk die tot nu toe gezond zijn, dat is niet voor niks hoor. Maar waar brengt het ons dan? Wat is de bedoeling van de Heere dat hij gezondheid schenkt? Dat we een leuk leven hebben, dat we een lekker leven hebben, zeggen ze tegenwoordig, dat alles goed gaat. Ja, maar dan heb ik het alleen over mijn eigen ik. Maar als de Heere gezondheid geeft, dan geeft hij ook gezondheid om hem te verheerlijken. Het gaat om zijn heilige naam. Spreid uw kleed uit in de kring van de gemeente. Leer mij, o God van zaligheden, mijn gezonde lichaam in uw dienst te besteden. Zie, daar staat Eneas, genezen. Nou, ik kan me voorstellen dat die gemeente helemaal verwonderd was. Stom verwonderd, want ja, we geloven in wonderen, hè. Maar als het gebeurt, dan staan we versteld. We bidden om wonderen, maar als het gebeurt, dan staan we versteld. In Handelingen 3 lezen we ook al een genezing van een verlamde door Petrus. Dat was in de heilige stad Jeruzalem. Dat was aan de Schone Poort. Daar in die heilige stad toonde God zijn kracht. Hier is het buiten Jeruzalem. In het plaatsje, het onbetekenende plaatsje Lida. De Heer heeft macht om te genezen in Jeruzalem en in Lida. Ook in de plaats waar wij wonen. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Waar ik ook woon. De Heere kan wonderen doen. Hij verandert mensen. Hij vernieuwt mensen. En soms gebeurt het ook dat zieken genezen worden. Als je in een gemeente kijkt, hoeveel mensen soms na een ernstige operatie weer thuiskomen. Het lijkt wel of wij een genezingswonder alleen maar zien als het heel apart is. Maar ook mensen die via de weg van het ziekenhuis herstellen. Dat is een wonder van God door middel van. Maar laten we ook nu letten op de uitwerking. Want dat is eigenlijk de sleutel om deze hele geschiedenis te verstaan. Dat is de sleutel eigenlijk. En dan staat er, en ze zagen hem allen die te Lida en te Sarona woonden, de welke zich bekeerden tot de Heere. Eneas komt naar buiten toe. En die komt op straat in Lida. En die mensen weten niet wat ze zien. In Lida en omgeving wist men wel dat er een groep mensen was die in Jezus Christus geloofden. En misschien had men ook wel een beetje sympathie voor die mensen. Christenen hadden wel aanzien in die tijd. Maar ze bleven bij hun eigen geloof. Een geloof zonder de Messias Jezus. Dat beviel hen best. Ze dachten er niet over om in Jezus te geloven. En nu komt daar Eneas, en zo gaat het in een dorp. Ze kenden hem allemaal, hopeloos, niet te genezen.
die komt daar aanlopen. Als een teken van Gods macht, als een teken van de macht van Jezus. En dan komt er een machtige ondersteuning van de prediking. Het woord is gebracht in Lida, maar veel mensen dachten, ach, weer zo'n prediker, weer een ander geloof. De harten bleven gesloten. En wat gebeurt er nu door die genezen Eneas? Breken de harten van de buitenstaanders. Een massale bekering vindt plaats. Velen nemen de naam van Jezus op de lippen. De Heilige Geest doet wonderen. Het genezingswonder brengt dus tot een ander wonder. De naam van de Heere wordt groot gemaakt. Alle die te Lida wonen en in de omgeving de vlakte van Saron bekeren zich. Ja, we kunnen dat lezen als een sprookje, maar als je het op je in laat werken, dan is dat wat. Dat zoveel mensen zich bekeren, omdat die Eneas genezen is. En zo wordt de heilige naam van God verheerlijkt. En nog eens herhaal ik die oude woorden uit Ezechiël 36. Ik doe het niet om uwentwil in de eerste plaats, maar ik doe het om mijn heilige naam. Was Eneas de enige zieke in de gemeente? We weten het niet. Ik heb het al gezegd, het is zeker niet zo dat toen Petrus verscheen, alle zieken op slag genezen werden. Maar het gaat om die massale bekering. Het gaat erom dat die naam van God wordt grootgemaakt, ook in een genezing. De genezing van Eneas was geen doel op zich, maar een middel tot. En zo zijn er ook wel mensen die een genezing hebben meegemaakt en die daardoor dichter bij de Heere kwamen. En van een gewoon meelevend kerklid een getuigend lid werden, die de naam van de Heere groot maakt. Uiteindelijk gaat die genezing om Gods heilige naam. Voor Eneas was het maar een tijdelijke zaak. Nu was hij genezen, maar ooit zou hij wellicht weer sterven. Eneas kreeg niet de garantie dat hij net als Henoch zou opgenomen worden zonder te sterven. Hij zou weer ziek worden, of hij zou plotseling sterven, we weten het niet. Maar het belangrijkste is dat ook hij de naam des Heren mocht verheerlijken. En vele anderen mochten het doen. Gemeente, de laatste vraag is niet of ik van een ziekte genezen word. Maar ken ik de naam van de Heere? Heb ik die naam leren kennen als een schuilplaats? En is die naam van de Heere het doel om voor te leven? Ja, maar als dan een zieke ondanks alle gebeden niet genezen wordt. Nou, er zullen mensen zijn in de kerk die dat hebben meegemaakt. Je bidt om genezing. Maar op den duur dan zie je dat het ziekteproces zo gaat, dan ga je anders bidden. Je bidt dat er vrede mag zijn. Je bidt dat er geen pijn mag zijn. Je bidt dat de hemel open mag gaan. En wat ik nou nog alles heb meegemaakt, dat is dat ook op een ziekbed waarbij iemand niet genezen wordt, God verheerlijkt wordt. Nog niet zo lang geleden een jonge vrouw, jong in de 50, 2 kinderen, ongeneeslijk ziek. Maar die vrouw heeft zo getuigd. Ze heeft haar man en kinderen getroost, wonderlijk. En de kinderen die vergeten dat niet meer. Ze zijn hun moeder kwijt. En natuurlijk hadden ze liever een moeder gehad. Maar ze zeggen wel, wat moeder ons heeft meegegeven. Ze hebben toch van die stervende moeder gehoord, dat die naam van de Heere een sterke toren is. Ik doe het niet om uwentwil, maar om uw heilige naam.
Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u en zijn lent vertrouwen, wijl gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. En nu is de teneur van de preek niet van, je mag niet bidden om genezing. Natuurlijk, de Heere geeft soms wonderlijke genezingen, bid de Heere, maar houd wel in het oog, het gaat niet om ons, om een leuk leven, het gaat om een leven, hier op aarde, tot eer van God. En als de weg anders is, om voor eeuwig Gods naam te verheerlijken. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Heere, wat zal dat in Lida een gebeuren zijn geweest? Niet alleen dat die Aeneas plotseling op zijn benen kon staan, maar dat zoveel harten van omwonenden geopend werden voor koning Jezus. Dat zij die baden om de komst van de Messias ontdekten, Hij is al gekomen. En zo werd uw grote naam verheerlijkt. Heere, wij bidden u voor alle zieken in de gemeente. Wij bidden u voor hen die in een rolstoel zitten, die een dwarslesie hebben, die soms zo lang al niet meer weg kunnen. Wat kunnen er vragen zijn? Het is niet altijd zo dat we maar gemakkelijk zeggen, dit is Gods weg. Er kunnen momenten zijn van overgave, van eenswillendheid. Maar er kunnen ook momenten zijn dat we niet eens zijn met u, Heere. Maar we danken u dat u die God bent die zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. En zo kan ik misschien als zieke gebruikt worden tot een getuigenis.
Maar laten we niet vergeten, heren, wij als gezonde mensen, om steeds weer te wijzen naar die naam van u. We kunnen zeggen, ik ben gezond en ik heb een sterk lichaam en ik kan alles. Maar heren, u moet de eer ontvangen. En mogen wij ons kleedje uitspreiden in het midden van de gemeente. Dat we u dienen en vrezen. We bidden u voor hen die niet lang meer te leven hebben. Voor wie het einde nadert. Heren, dat de hemel zich dan opent. En niet altijd komen er zulke getuigenissen op een ziekbed. Maar dat er toch iets afstraalt van de vrede en de rust. We vragen u, heren, of dit woord ook door ons mag meegenomen worden. En dat op vele plaatsen in de wereld toch ook iets van een opwekking zou mogen plaatsvinden. Het is zo stil in onze samenleving. Nou ja, stil. Herrie genoeg. Maar zo stil als het gaat om de lof van de Heere, ontferm u over ons. We bidden u voor hen die als weduwe of weduwnaar door het leven moeten, die rouw moeten verwerken. We bidden u voor hen die van de weg zijn geraakt, die in de gevangenis terecht zijn gekomen, of dakloos zijn geworden. Verwarde personen noemen we dat tegenwoordig, met alle problematiek eromheen. Het kunnen zomaar gedoopte mensen zijn die vroeger in de kerk zaten. Heren, wat kan een mens afgeleiden door allerlei omstandigheden? Maar u zoekt wat verloren is. En mogen wij dat ook doen. We bidden u, heren, deze vakantietijd voor alle die uit ons midden met vakantie zijn, waar ze ook naartoe zijn, ver weg of dichterbij, geef hen een goede tijd. Geef hen geestelijk ook rust en overgave. Vakantietijd kan ook een tijd zijn om eens na te denken. We hebben zo'n jachtig leven. En een tijd van bezinning over ons huwelijk, maar ook over onze relatie met God, kan soms heilzaam zijn. We bidden u voor de predikanten van deze gemeente, dominee van der Ree en dominee Mulder, wilt u hen met hun gezinnen nabij zijn en zegenen, en dat ze samen met de kerkraad deze gemeente mogen leiden, en dat er ook hier sprake mag zijn. Misschien niet zo massaal als in Handelingen 9, maar dat er sprake mag zijn van mensen die door het zien van de wonderen tot inkeer komen. Heere, gedenk de wereld waarin we leven, een onzekere, onveilige en bange wereld. Laat ons oog op u zijn en geef allen die regeren wijsheid, dat ze rechtvaardige vrede leren nastreven. Heren, er staat in de Bijbel dat er eenmaal een vrederijk komt. Als we om ons heen zien, dan zouden we er niets van kunnen geloven. Maar het staat in de Bijbel, u hebt het gezegd, u kunt niet liegen. En daarom geloof ik het. Stil maar. Wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Amen. Onze slotzang is Psalm 72, de versen 10 en 11. 72, 10 en 11.
Gemeente, verhef dan nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geven u en jullie zijn vrede. Amen.